Kenny Thijssen, jouw eerste wedstrijd in een Sparta shirt zit erop. Hoe is dat bevallen? Ja, prima. Ik mocht de eerste helft spelen en kijk terug naar een prima eerste helft. Doelpuntje maken is ook fijn, denk ik, bij de eerste wedstrijd voor je nieuwe club. Ja, dat was ook mijn doelstelling, even een goaltje meepikken. Had er nog één moeten zijn, maar die ging op de paal helaas, maar al met al prima. Woensdag zijn jullie begonnen met trainen, hè? Je hebt een paar dagen een eerste indruk kunnen krijgen van Sparta. Hoe is die indruk? Ik heb een prima indruk van Sparta. Het is een mooie club, een grote club. Prima elftal, dus ik kijk ernaar uit naar dit komende seizoen. Jij hebt op huurbasis gespeeld voor FC Os, hè, voor Helmond Sport. Komt van FC Utrecht. De derde huurperiode voor jou, hoe zit jij daarin? Is het ook niet gek voor een speler als die maar door zijn club uitgehuurd blijft worden? Oh, nee, het maakt mij niks uit. Ik wil gewoon voetballen. Dat weten ze bij FC Utrecht ook, dus daar ga ik voor. Moet ik drie keer verhuurd worden, word ik drie keer verhuurd als ik maar speel. Wat voor speler ben jij? Wat voor speler ben ik? Ja. Ik ben een speler, ja, veel dynamiek. Ik wil duels aan gaan, veel energie opkomen, doelpuntjes meepikken, strijden. Ik wil gewoon voetballen, beleving. Het wordt al met al een Utrechtse enclave een beetje bij Sparta. Jij bent gehuurd, Jelica is gehuurd, Romano van der Stoep die op huurbasis probeert, of tenminste die zich probeert te bewijzen. Ja. Gert Kruijs in Utrecht, het wordt een gezellig Utrechtse clubje zo. Ja, mooi clubje hebben we al hoor. Een beetje Utrechtse kant komt erin, dus prima. Misschien is Sparta dat ook wel even nodig. Ja, is dat zo? Ik weet het niet, ik ben benieuwd hoe het gaat dit seizoen. Het is natuurlijk zo dat Sparta zeker in de afgelopen seizoenen nou niet echt een baken van rust is geweest. Hè? Het was ontzettend rumoerig steeds met die promotie die maar moest komen. Onrust steeds. Heeft dat nou nog iets van aarzeling bij jou teweeg gebracht om voor Sparta te kiezen? Nee, ik had wel wat keuzes, ja. Maar toen ik bij Sparta kwam en ik zag alles en Sparta wilde mij zo graag hebben, vaak gebeld. Dus ik dacht van ja, het zit prima als een club je graag wilt hebben, moet je ervoor gaan. Dus zo dacht ik ook. Dus in principe maakte mij niks uit hoe of wat. Want wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voor Sparta te kiezen? Ja, ik ken een paar spelers hier, goede verhalen gehoord. En het enthousiasme van Sparta zelf, dat ze mij graag wilden hebben. Dat is altijd leuk voor een speler. Dat is een garantie voor een basisplek. Dus ik ben benieuwd, ik heb er zin in. Heb je die garantie echt gekregen? Ja, ik word niet gehuurd om op de bank te zitten. Dus ja, er wordt ook een huursom betaald. Dus ga je niet op de bank zitten. Is ook met jou duidelijk doorgesproken wat de ambitie is van Sparta dit seizoen, wat dit seizoen Sparta moet brengen? Nou, Sparta hoort in de Eredivisie, dat zie je aan alles. En ik denk ook dat dat de doelstelling is. Dat ga je niet te hard roepen natuurlijk, want dat is van NSC, van RKC, van Roda is er ook terug. Maar ik denk doordat deze clubs in de Jupiler League zijn gekomen, dat de druk misschien wat lager is en bij andere clubs ligt. Dat wij misschien een beetje nu kunnen kijken, dan kun je wel zien waar we eindigen. Ja, aan de ene kant kun je zeggen, het wordt ontzettend lastig om te promoveren met die drie grote jongens die erbij zijn gekomen. Maar ja, de andere kant is ook dat je misschien vanuit de Luwte misschien stiekem toch die promotie kan afdwingen. Ja, daarom. Ik denk het wel. De druk ligt hier niet bij ons. Wij kunnen gewoon ons ding doen en dan kijken wat de andere clubs doen. Ik denk dat daar meer de druk ligt dan bij Sparta momenteel. Dus ja, afwachten. De kop is er in elk geval af. De kop is eraf.